Hoi allemaal, wij zijn familie Groen en ook wel de Groentjes welkom in deze nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, Mitte is nog thuis gebleven vandaag. En we hebben gelukkig gisteren gehoord dat ze positief nieuws is. Dat ze dus negatief getest is, dus hoe fijn is dat? Ik ben al een paar dagen, zou ik zeggen, verslaafd aan Clubhouse. Een app voor iPhone gebruikers. Echt heel tof. Zodat je met elkaar een soort van room kan delen. Klinkt heel gek. Maar dat je daar ook je verhaal kan delen. En naar andere inspirerende verhalen kan luisteren. Maar ook een soort online webinars kan volgen. En ook nog gewoon terug kan praten. Het is eigenlijk een soort podcast. Waar je ook terug kan praten. En dat is echt zo tof. En binnenkort ga ik daar ook iets in doen. En dat is komende vrijdagavond. Dus heb je ook Clubhouse. Heb je een iPhone en Clubhouse. Ga dan even vrijdagavond. Zoek mij op. En vrijdagavond ga ik samen met twee andere vrouwen. Peggy en Mirjam. Ook moeders van een gehandicapt kind. Gaan wij praten over het leven met een gehandicapt kind. En wij hopen daar ook mensen mee te bereiken. En te inspireren met ons verhaal. Het is trouwens vandaag dinsdag. En ik heb iets gedaan vandaag. Wat ik al heel lang niet meer gedaan heb. Maar ook echt heel lang niet meer. En ik weet eigenlijk geen eens of jullie dit van mij weten. Maar ik speel twee instrumenten. Althans, dat heb ik dus al heel lang niet gedaan. Tot vandaag. Ik heb mijn oude vriend de saxofonist weer even gepakt. Maar hij moet nodig in onderhoud. Maar dat kost, ben ik bang, heel veel geld. En ik ben bang dat ik daar beter een nieuwe voor kan aanschaffen, bij wijze van. Maar goed, ik ga eens even kijken of ik hem in onderhoud ergens kan brengen. En hoe, want ik wil eigenlijk toch wel weer wat oppakken en spelen en zo. Dat als eerste. En ik speel basgitaar en ik hoop dat ik die straks ook nog eens even weer kan tevoorschijn kan toveren. Mirte ligt in de box. Die is nog steeds niet helemaal fit. Het gaat wel, maar nog niet helemaal. Maar goed, dat komt wel weer. En ja. Yeah. Dit is best vrolijk, hè? Je bent vrolijk vandaag. Ja, liefste. Ja. En misschien, heel misschien, dat ik straks nog even een wandeling ga maken. Maar eerst ga ik even lunchen. Het is dinsdagavond. En Mirtes werkblad is dus nieuw. Die kun je dus nu zo heel makkelijk opzij slaan of wegvouwen. Hoe noem je dat? Ja. En hier is ons druifje. Een druif is nog steeds veel aan het hoesten, maar ook aan het giebelen, hè? Een giebelkontje. Maar wat giebelkontje, ja! Precies. Matthijs heeft vandaag weer hard gewerkt. Ik heb vooral ook gewerkt. Nou ja, aan de webshop en aan mijn diamond painting die daar ligt. En ik heb Clubhouse geluisterd. En nog wat regelzaken gedaan rondom Mirte en PGB en dat soort dingen. En dan gaan we de avondroutine een beetje starten. En we beginnen daarmee dat Mirte van de box in de stoel gaat. En dan gaan we medicijn geven, drinken aansluiten en later komt nog de rest van de medicijnen. Nou, ik heb Mirte even in de stoel getild. Ik heb even geen gebruik gemaakt van de tillift, maar gewoon zelf getild. En nou gaan we de voeding of eerst zo alvast aansluiten en daarna gaan we medicijn geven. Dus ik ga deze aansluiten. Hij zit hier op een soort slotje. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hij zit op een soort koggerslotje. Ik draai hem hier erop. Zo. En dan doe ik deze open. Dat clipje hier. En dan ga ik zo eerst medicijnen door het slangetje geven. En dan gaat zo straks de voeding de buik in. Oké, we gaan de eerste medicijn even maken. Dat is de Motilium. En Motilium zorgt voor medicijn tegen misselijkheid.
En die krijgt ze voor de voeding. We hebben speciale dopjes en tussenstukjes, zodat de spuiten erop kunnen. En hiervan krijgt ze 7,5 milliliter. En deze dopje erop ga ik ze omspoelen. En dan ga ik deze nu aan Myrthe geven. En de voeding aanzetten. Zo. Dit hoestende meisje zit aan het drinken. En nou gaan we even haar vriend regelen. Die gaat ook zorgen voor iets meer lucht en iets meer thijslijm. Hè, poepie? Oké, we gaan dus nu Myrthe vernevelen. Daarvoor hebben we onder andere deze nodig, dit mondkapje. Dank je. Die doen we even open. Nu zit... even kijken hoor. Zo. Zo ziet het eruit. Er zit ook nog een los deel in. En hier gaan wij zoutverneveling in doen. Ongeveer 4 milliliter. En ik... erop. En gaan we weer naar Myrthe toe. Zo, ik heb hier het mondkapje dus. En met het bekertje. En hier het uiteinde. En die doe ik hieronder. En dan draai ik hem zo even erop. En dan doen we hem. Waar de voedingspomp al niet handig voor is. Nou Myrthe, daar gaat hij. Deze moet even wat dichterbij. Zo. En dan doen we hem aan. En deze herrie hebben we zo na 10 minuten. Inmiddels hoor je een piep. En dat betekent dat de voeding klaar is. En tot doos ga ik hem uitzetten. En ik was bezig met het maken van de medicijnen. Ik heb al 2 klaargemaakt. Dit is de Keppra, dat is voor de epilepsie. Dan hebben we hier nog de maagbeschermer, die ligt hier ook klaar. En dan zitten nu in dit doosje nog pilletjes voor, ook voor de epilepsie. Die ga ik nog even oplossen in water. Alle medicijnen liggen klaar. Dit is het pilletje die opgelost is. Dit voor de epilepsie. Deze is voor de epilepsie. Maagbeschermer en hier water om nog alles goed door te spoelen. En dan gaan we dat nu even aan Myrthe geven. Nou, hier heb ik dus weer het slangetje van medicijnen. Dus dan draai ik deze weer open. Deze hier. Zo. En dan doe ik eerst vaak deze kleine. Ik zeker dat hij goed door. Dan draai ik hem weer hier op. Dan draai ik dit palletje weer. Want nu kan er hier dus niks inkomen. Omdat hij hier dus op slot zit. Dan draai ik hem een kwartslag. Naar de goede kant. Zo. En dan kan ik op deze manier het druk langzaam de medicijnen geven van Myrthe. Wat ik nu, Matthijs heeft al zijn eten en zo klaar. Wat ik nu ga doen, is wat lichten uitdoen. Nou ja, zometeen dan een paar dingetjes opruimen. Even wat drinken. En dan ga ik daarna ook naar boven. En dan laten jullie nog even zien hoe dat gaat met de lift. Zo, nou, we gaan een deeltje van de avondroutine doen. En dat is Myrthe naar boven toe. Maar yes. Om dat te kunnen doen, moeten we nog een paar handelingen doen. En hierachter zitten 2 gleufjes. Hier één, daar doe je dus de balijn in. Die steken we zo erin.
En dat is zodat Mutters hoofd straks een beetje, dat ze niet weg gestabiliseerd is. Ja, dat het meer steun geeft. Een boef, hè, ben jij? Ja. Een boef. En die gaan we naar de hal. De meert. Nee, papa komt achter je aan. Dan doen wij de rolstoel in de lichtstand. Zoveel mogelijk, want dat is wat makkelijker uithijsen. Nou ja, dat moet ik wel op het knopje naar boven doen. En dan moet ik tot het zwarte balkje daar, want dan begint hier ook een lampje te branden. Ik ga beter hier filmen. Ja, dat is waar. Begint hier een lampje te branden. Ik ga naar beneden en dan kunnen wij deze naar beneden doen. En aan die lussen zitten dus kleuren. En die kleuren kunnen we herkennen welke lussen we moeten gebruiken. Dus je hebt dus gewoon zwart, rood en geel. Dan hebben we een goede houding. En dan doen we op het knopje omhoog. En dan wordt Mitten uit de stoel getild. Gehezen. Ja, je hebt nog een beetje een snottie, hè? En je hebt een snottie. Zo. Zit de achtbaan, zie je? Hm? Nee. Zo, ja, zit de achtbaan. Zo, de stoel hier. En dan doen we op en naar boven. En dan gaan we het weer naar boven brengen. Nou, deze gaat naar de rotonde. Ik wil dus goed in beeld. Dan goed op. Ja, weet ik, maar ik vermietiging. En dan hoor je. En dan weet je dat hij goed in het systeem zit. Nu is hij al te ver. Zo. En dan hebben we hier ook knoppies. En dan gaan wij naar links, de geel. Draait hij om. En zo kunnen we dus hier naartoe, maar ook naar de badkamer. Ja, klik hier te vast. Opletten dat we nooit dat ding, de apparaten elkaar halen, raken. Nee, ik heb het al vastgezet dus. En daar komt de grote truc. Hup, hup, hup. Waar? Nee. Deze gaat naar beneden. En die gaat omhoog. En zo zit Mitten nu over naar het andere systeem. Nou, ik ga die straks weer omhoog. Gaan we eerst deze even verder doen. Yep. Zo, Mitten weer een beetje omhoog. Gaan ze beter in de bed. Nou, er zit Mitten erin. En dan gaan we weer. Ja, dan gaan we weer. Oh, denk ze moet het nou. Volgende keer is het leuk om haar een GoPro op te doen, zodat je het vanuit haar beeld merkt. Oh ja, dat is wel grappig. Tenminste, dat is misschien ook wel grappig. Dan zijn we in de kamer en dan zeggen we, let's strip Mirte aan. Hekelbol, let's strip Mirte aan. Zo. En dan moeten we jouw kwalletjes ook nog even aanzetten. Zo is wel gezellig, hè? Nou, dan gaan we Mitten hierboven doen. En dan in ze boven de bed. Dan gaan we een beetje zo begeleiden. Ik draai altijd Mitten even naar me toe. En dan doe ik ook deze op de neus. Doe het zelf. Ik wil even goed hoesten, dat is altijd goed. Goed zo. En ik heb het dus nu een beetje onder haar rug geduwd. En duw ik er een beetje die kant op. En dan kan ik hem zo onder Mitten vandaan halen. Ja. Nee. Maar we gaan nu even de camera heel even uitzetten. Want we gaan even Mitten verschonen. En dat willen we niet op de film hebben. Zo, daar ligt ons lange end. Ja, en nou gaan we hup voor de truc doen. Nee, dus de truc met hoeksteunen. Mitten ligt nu op een speciaal matje en we gaan het die kant op leggen. Dus Mitten ligt nu even recht. Zo.
Dan gaan we eventjes onder die heupen doen. Dat is één. Ja, en dan onder die schouder. Dat is twee. En dan nog een beetje tegen die benen. Nummer drie. Ja. En dan hebben we nu natuurlijk al gesteund. Maar meestal gaan we nog even zingen, hè? Ja, nu wordt het wat lastiger. Handjes gevouwen, fluiten oogjes nu. Zacht klinkt ons bidden, heiland tot u. Dat ze zo meteen lekker mag gaan slapen. Dat ze een goede nachtrust mag hebben, ondanks dat het nog steeds wat verkouden is. Hier natuurlijk zorgen dat ze morgen lekker fris weer mag opstaan met een goed humeur, zoals eigenlijk bijna altijd wat doet hier. En een mooie lach op haar gezicht. Hier vragen we in naam. Amen. Heer, houd ook deze nacht over lieve meer de getrouwde wacht. Amen. Amen. En doe hem. Wil trusten, Myrthe, slaap lekker. Ik kan er zo een beetje toe. Zo, papa ook even een kusje nog. Tot morgen, Myrthe. Dan doen we de klep omhoog. Dit helemaal daar. En dan zeggen, hey Google, let's strip Myrthe uit. En dan sluiten we de deur. En dan is het bijna rust. En gaan we deze vlog ook maar weer afsluiten, Thijs. Ja. Dus, vond je het een leuke vlog? Wil je vaker een ochtend- of avondroutine zien? Laat het even weten in een reactie. Vond je het interessant? Blauw duimpje. Ja, en vergeet niet voor degenen die Clubhouse hebben om vrijdagavond 8:30... te kijken en te luisteren, maar even op te zoeken en te volgen. Want wij gaan daar live vertellen, althans ik samen met nog twee damesmoeders, over ons leven met een beperking. En wil je nog steeds een leuk mondkapje met de groentjes erop? 6 euro kosten ze. Stuur dan even een mailtje. 3 euro gaat naar het goede doel. Vergeet ik nog iets? Nee, volgens mij niet. Nee, nou. Zie jullie van het weekend weer. Yes. Doei! Doei!